Nou, hij weet hoe, hoe de relatie met mij is. En hij heeft dingen gezegd dat hij dan een dag later op de stoep staat en zegt van... ja, dat heb ik niet bedoeld en ik heb zeker jou niet bedoeld. Want je hebt zoveel voor me gedaan. Maar op een gegeven moment, ja, houden dingen op. Dat kan ik niet veranderen. Dat geloof je wel niet meer. Ja, ik geloof hem wel, maar op een gegeven moment is toch iedereen blijkbaar alleen maar met zichzelf bezig. Om voor zichzelf het beste eruit te halen wat erin zit. En ja, daar zijn een heleboel methodes voor om iets voor elkaar te krijgen. Maar vertrouw je hem dan nog wel? Mag ik een sigaretje pakken? Ja. Ja, ik vertrouw hem wel. Alleen denk ik dat je op een gegeven moment niet zo met elkaar om moet blijven gaan. Kijk, als Romario vindt, en ik denk nog steeds dat hij het vindt, dat hij door PSV en zeker door Ploegsma goed behandeld is, dan komt hij hier aan deze tafel zitten en hij zegt nou, het is het beste voor beide partijen dat je ermee stopt. En hoe kunnen we dat oplossen? Maar daar hoeft de buitenwereld verder niks van te weten. Ik wil niet meer met mensen verder die er geen trek meer in hebben. En waar je alles aan gedaan hebt en waar je honderdduizenden dingen voor gedaan hebt, die je gesteund hebt, et cetera, et cetera. Nou, als je dan weg wil, dan is het over. Ja, oh, de uur van de waarheid. Oh. Ja, toch. Dat is een goede geworden. Plus, ja. Braziliaanse etentje. Gaan we eten vandaag. Van alle twee ploeg. En ik denk hij gaat betalen. Denk ik niet. Alles. Ik ga toch winnen. Van mij maakt niet uit. Ik ook. Ik ga ook winnen. Oké. Okay. Dus let op je benen. Ja. Hey. Jij ook. Oké. Dan sta je flash. Ben je een beetje vorm voor deze wedstrijd, Romario? Jawel. Ja? Heb je nog getraind vanochtend? Vanochtend niet. Waarom niet? Ik had een beetje koppijn. Hoe komt dat? Slecht geslapen. Waarvan? Ja, gewoon slecht geslapen. Ja. Dus je gaat hier eigenlijk een beetje trainen nu? Ja, proberen. Succes! Bye, hey, you know, come on. Ja. We kunnen niet altijd winnen. Soms kan ook één keer verliezen, is niet erg. Weet je wat ik gezien heb? Dat je mee verdedigde? Ja, ik probeerde, ja. Dat was voor het eerst in je leven, geloof ik, of niet? Klopt. Dat was niet slecht. Duizend. Heb je een stuk? Nieuw. Heb je al betaald? Ik heb betaald. Ja, volgende week in Eindhoven. Revanche. Dan zetten we 2000. Ik heb er niet genoeg meteen. Kom, nog één vraag. Mag jij eigenlijk als zaalvoetballer van Westerhof? Ik mag alles. Ik mag alles hier. Weet je het zeker? Ik doe wat ik wil. Tuurlijk. Kijk, 1000 gulden is voor jullie! Yeah!
Já foi o áudio. Eu vou sempre, tem que sair, porque se eu não sair, eu tenho que, todo dia eu saio para comer. Ou no restaurante ou na casa do amigo meu. Então eu chego sempre todo dia, depois, todo dia, entende o que eu quero dizer? Sempre depois de 11 meia-noite, isso é normal. Eu não sou uma pessoa que não posso viver sozinho. Quando a Mônica não está em casa, eu vou procurar meus amigos para passar meu horário, meu momento. Je hebt een tennis, heb je een wereldranglijst, hè? Voor welke plaats sta jij? Hele wereld. Eu acho que devo estar no 19º, por aí. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie zei? Bombaste, hein? Raika, tô aí. Bebeto, 3. 4. Bádio. 5. Berecampo. 6. Matheus. E sétimo. Sétimo. Eu estou em sétimo. É. Dois irmãos, quando vai alta madrugada e a teus pés.